eerst even een handje geven. Hallo, help niet in. Bas van der Zwaan, L1 programma Ongerwege, kent u toevallig? Nee. Nee. Wij waren hier al eens eerder geweest. Ja. En toen was er niemand. Ja, ik woon hier ook niet. U woont hier niet? Ik woon hier niet. Oh. Nee. Weet u toevallig van wie dat bootje is? Ja, dat is van onze vriend. Die is op vakantie op de Dominicaanse Republiek en die komt volgende week terug. En ik wou even gaan kijken hoe het in huis bij hem was, dus had hij gevraagd. Wat lief. Ja. Dus ja, we hebben altijd daar gewoond, maar we zijn sinds anderhalf jaar verhuisd, dus... Ik bedoel, hier van nee, het... Ja. Nee, ja. Het verkocht. Ja, allang. Dus voor de tweede keer alweer verkocht. Dus, ja. Sinds u bent vertrokken is het al voor de tweede keer verkocht? Ja, is het weer opnieuw verkocht, laat ik het zo zeggen. Ja. En waar bent u naartoe gegaan? In Gennep. Oh, Gennep. Kinderen, kleinkinderen, heerlijk. Ja, heel fijn. Heel fijn. Dus u bent oma? Ja, al vier keer. De oudste kleindochter is al 11. Hartstikke idee. Ja. En daar is oma druk mee? Nou, in die zin druk. Ze kunnen bij oma binnenlopen wanneer ze willen, hè? Dus dat is gewoon heel fijn. Oh, bij oma is altijd... Staat oma, ja? Ja, ja, oma's hart staat altijd open. Oh, ik heb vaak van Hotel Mama gehoord, ja, maar Hotel Oma bestaat ook. Ja, zeker. Ja, zeker. Oké, okay, dus de oudste is 11. Ja. En de jongste? Die wordt 7. Die wordt 7. Ja. Kunt u ze nog aan? Ja, heel makkelijk. Ja, heel makkelijk. Het is gewoon heel erg leuk. Ja. Ja, uw ogen krijgen dan een beetje een blik, ja, zo van... Ja, maar die zitten ook, ja, in mijn hart. Ja, maar ik kan ze wel... Nee, maar daar heb ik ook helemaal geen moeite mee. Ze hebben mij altijd heel erg lief en gaat alle vier ook heel erg goed. Dus ja, prima. Zijn ze heel verschillend dan ook? Allemaal heel verschillend, ja. Maar het sluit allemaal perfect bij elkaar aan. En wij zijn de meest gelukkige mensen op aarde. Nou ja. Met onze nieuwe woonplaats en met ons gezin en onze kleinkinderen en alles. Dus... Even dan het geheim van geluk, hè? Ja. Waar zit hem dat in? Gewoon waarderen wat je hebt. Ja, dat klinkt zo cliché, nee, maar hè? Zo is het wel. Iedere dag wakker worden met denken van, oeh, heerlijk. Als je een fijn gezin hebt, een fijn huwelijk, het gaat allemaal fijn met elkaar, dan wil ik dat niet meer huilen. Dan hoef ik niks meer te hebben. Uw man, hè? Ja. Tenminste, ik ga ervan uit dat, ja, dat het een man is. Ja, al 42 jaar. Wat is dan het geheim van een goed huwelijk van al 42 jaar? Als je altijd iets meer geeft dan dat je neemt, dan zit je altijd goed. God, dat is wel een hele mooie. U schudt het allemaal maar zo uit de mouwen. Ja, zo is het ook. Neem maar alsof u dat elke dag vertelt. Maar zo alsof... ervaar ik dat ook. Elkaar respecteren. Vertrouwen. Altijd iets meer geven dan omdat je neemt. Ja. God, dat is wel een hele mooie. Meer hoef ik niet. Meer hoef je toch eigenlijk niet te zeggen? Nou ja, je hoort heel vaak ook weer een cliché, hè? Het is een goed huwelijk, is een kwestie van geven en nemen. Ja, dat is ook zo. Maar deze variant had ik nog niet. Maar zo zie ik het nou. Nee, want je hebt ook vaak dat je binnen een relatie, dat je de gevers hebt en de nemers ook, hè? Nee, en toch niet. Blijft dat dan toch doorhobbelen heel lang. Ja. Maar hoe hebben jullie dat dan verdeeld? Wat doet hij bijvoorbeeld heel graag, wat u weer iets minder graag doet? We vullen elkaar perfect aan. Niks is te veel. Zonder dat je daar moeite voor hoeft te doen? Als hij dingen heeft waarvan hij zegt van, nou, ik zou graag hebben dat jij dat zou willen doen, is dat geen probleem en andersom ook niet. Oké. Nee. En elkaar respecteren, vertrouwen, elkaar vrijlaten. Voor elkaar zorgen vind ik heel belangrijk. En dat probeer ik ons gezin ook mee te geven. En jullie zijn allebei nog gezond? Ja, godzijdank wel, want dat is een groot goed. Kinderen en kleinkinderen ook. Dus... Heb je ook altijd zorgen over? Altijd. Dan heb je je kinderen het huis uit en dan denk je van... En dan komen de kleinkinderen? Dan begint het weer opnieuw, hè? Dan krijg je ook weer zorgen over? Ja, nou, onze oudste twee kinderen zijn inmiddels getrouwd. Die jongste gaat trouwen, dus dat is gewoon hartstikke leuk. Drie kids. Allemaal in de buurt gebleven? Die wonen allemaal op 200 meter afstand van ons. We zien elkaar niet. En we wippen bij elkaar binnen. De een gaat met de hond wandelen, de andere komt bij oma een kopje thee drinken. De derde komt bij oma even plassen. Als ze aan het spelen zijn. Mag allemaal. Ik vind het heerlijk. Meer heb ik niet nodig. Nee. Hele leuke buurt waar we zijn gaan wonen. Echt heel erg leuk. Ja. Ik vind het heel fijn. En u bent actief, volgens mij? Ja. Ben ik ook. Hobby's? Nou, we hebben een eigen bedrijf, dus dan blijft er heel weinig tijd over voor hobby's. Even zonder reclame te maken, maar nog altijd actief dus, met een bedrijf. Al 35 jaar. In welke tak van sport? Optiek. Optiek? Brillen, contactlenzen, hoortoestellen.
Maar u heeft er zelf kennelijk nog geen nodig. Ik heb een leesbril. Ah, u heeft een leesbril. Ik heb een leesbril, ja. Samen met onze zoon en schoondochter. En dat gaat heel erg goed. Die zitten ook nog eens in het bedrijf? Ja, dat doen we met z'n vieren. En dat gaat fantastisch. En jullie wonen binnen een straal van 200 meter ja, van elkaar? Ja, en we respecteren elkaar allemaal. Niks hoeft, alles mag. Ja, dat is uniek hoor. Dat vind ik echt uniek. U bent wel volgens mij het type dat gewoon graag meteen dingen zegt van achterbakse mensen. Nee, niet om de hete brei heen draaien. Nee, dat kan je ook op een fatsoenlijke manier. Maar ik laat ook geen dingen lang opzudderen, zodat je een ontploffing in de ketel krijgt, zeggen wij altijd. Ja. Heeft geen zin. Meteen dingen bespreekbaar maken? Ja. Dan is de kou ook meteen uit de lucht? Uit de lucht, dan is het goed. Ja. En uw man, wat is dat voor een type dan? Dat is een heerlijke schat. Een hardwerkende man, heel erg hardwerkend. Een heerlijke schat? Ja, die goed voor mij is, die heel goed voor zijn kinderen en zijn kleinkinderen is. Voor zijn directe familie, voor zijn omgeving, voor zijn buren. Ja. U kent elkaar al heel lang, ja. 42 jaar getrouwd. Ja. Hoe lang heeft u geoefend voordat u het huwelijksbootje in... Ik was 14 toen ik met mijn man verkering kreeg. En ik was 19 toen we trouwden. 5 jaar geoefend? Ja. En hoe oud was hij? 20. U was 14? Nee, hij was 15. Oh. Ja, leuk hè? Oh. Ja. Ja, ja. Oh god. Ja. Zaten jullie bij elkaar op school? Nee. Wonen elkaar ontmoet op een vakantie? Nee, we wonen bij elkaar in de buurt. Ook binnen een straal van 200 meter? Ja, nou, dat was wel iets verder, maar binnen 2 kilometer wel. Maar ja, dat is gewoon heerlijk. En waar was dat? Dat was op de Wiesel, bij het Zwaantje. Dus ook hier? Ja, ook hier aan de Plasmolen Middelaar? Ja, nee, dat is richting Groesbeek. Richting Groesbeek? Ja. Ja, heerlijk. Hoe gaat dat dan? Als je... Want ik ben het, ja, ik weet het van mezelf nog wel, maar hoe ging dat in uw geval, 14 en 15? Nou, we zaten samen bij dezelfde club, dat wel, bij de schutterij toen de tijd. Dus nu voor, ja, zijn we lang geleden meer van. Of tenminste, ik niet meer. Ik heb altijd gezegd, ik wil niet met mijn kinderen iedere zondag op het schuttersveld liggen. Dat heb ik helemaal gezien. Zag ik niet zitten? Nou ja, en zo is het gekomen. En zo is het nog steeds. En zo hoop ik dat het nog 50 jaar blijft. Was dat een leuke tijd, ja, die verkeringstijd? Hele leuke tijd, veel leuker als nu. Ja? Ja. Ja, tegenwoordig gaat dat heel anders, hè? Ja, ik weet het. Dan gaan ze heel lang met elkaar om als vrienden, ja, of zo. En dan vooral niet zeggen van verkering. Nee, of, nu maar... gaat alles op een mobieltje, hè? Ja, er worden verkeringen uitgemaakt via appjes. Nou, daar word je toch ook niet vrolijk van? Nee. Ik moest vroeger stiekem naar de slaapkamer van mijn ouders. Dan had ik nog zo'n telefoon met draaischijf. En dan moest ik zijn nummer draaien. En dat was het nummer 1-2-3-2. Dus dat lag naast elkaar. Dus dat was heel makkelijk. Zo ging dat toen. Ja. Snel, heel snel gedraaid. Ja, ja, dat was heel snel gedraaid. Niemand kwam 1-2-3-2. Ja. Goh, 1-2-3-2. Maar dat moest echt stiekem? Ja, dat was toen. Als je 14 en 15 was. Ja, wel toen op tijd al. En dan praten we nu over de, met alle respect? 45 jaar terug. 45 jaar terug. 47 jaar terug. Reed hij ook op een brommertje, ja, of zo? Ja, in het begin op een fiets. Heerlijk, ja. Ja. En een brommertje waar hij ongetwijfeld hard voor gewerkt had? Ja, wat hij overal uitsleutelde en opvoerde. En ja, was heerlijk. En dan gingen jullie in de weekenden dansen? Ja, bij een dansschool. Naar de kermis en de carnaval, dat was 2 keer per jaar. En daar leefde hij ook echt naartoe. Nu heb je ieder weekend wel 10 dingen als je wilt. Dus ja, dat is wel... Het is enorm druk geworden, ja, allemaal. Ja, dat is te veel. Ja. En u bent dus een heel actief persoon. Ja. Waar wordt u nou rustig van? Want u lijkt mij niet echt een stilzitter. Nee, ben ik ook niet. Nee, maar waar word ik rustig van? Als de dingen lopen zoals ze gaan. Ik hoef niet per se meer of anders. Of... Nee, het is fijn zo. Even terug naar het begin. Ja. Die vriend van u, hè? Ja. Goeie vriend? Hele goede vriend. Ja? Al meer dan 22 jaar. Want u zei net van, hij komt over een week terug. Of hij komt de week... volgende week terug. Ja, dit wordt toch pas later uitgezonden. Ja. Dus dat u dat zegt, dat maakt dan niet zoveel uit. Wij waren hier al een keer en toen waren wij enorm benieuwd. Ja. Naar de betekenis van de naam van die boot. Ik zou het niet weten.
Ik denk dat ik het even op Google op moet zoeken. ik zou het echt niet weten. Nee, wij zijn, omdat we hier ook heel lang gewoond hebben, al 22 jaar met hem bevriend. Nou, dat is dus... Het was een goede buur. Ja, dat is het nog steeds. Dat is het nog steeds. Maar hij, het is wel gewoon een Nederlander? Nee, het is een Dominicaanse jongen met een Nederlands paspoort. Oh, dat maakt het ook wel heel bijzonder, denk ik. Ja, dat is een heel bijzonder persoon voor ons, ja. Hoe heet hij? Juan Carlos. Juan Carlos. Ik zeg verder geen achternaam, want dat vind ik een beetje privé. Heel verstandig. Ja. Hoeft ook helemaal niet. Nee. Maar wat is dat voor een type, Juan Carlos? Een jongen met een hart voor goud. Die heeft het hart echt op de juiste plek zitten. We hoeven niks tegen elkaar te zeggen, dan weten we van elkaar. Vult elkaar aan, helpt elkaar altijd. Ja, heerlijk. En hij is hij nu op familiebezoek of zo? Ja, hij is 4 weken naar de Dominicaanse Republiek, naar zijn moeder en zijn familie. Ja. Volgend jaar gaan we samen naar zijn moeder, dus... En zijn moeder is ook al eens hier geweest? Is ook al eens dus hier die geweest. Hebt u leren kennen? Ja, die kennen we. Schat van de mens ja, natuurlijk. Ja, hele lieve vrouw. Hij heeft het niet van een vreemde. Nee, een hele lieve vrouw. Dus u gaat volgend jaar ja. Gaat u met Juan Carlos. Uw man gaat ook mee? Ja, die gaat ook mee. Alleen weet ze dat niet. Dan houden we als verrassing. Dan gaan we 10 dagen daar naartoe. Oh. Ja, heel leuk. Ja, ja, is heel leuk. Ja, ik ben een heel gelukkig mens. Ja. En u kunt het ook allemaal zo goed benoemen. Ja, maar moet dat zo moeilijk zijn dan? Nou, vaak zeggen mensen van, ja, ik ben enorm gelukkig. Maar ze kunnen dat niet echt benoemen. Dat is ook prima. Ja, dat kan. Dat is voor ieder persoon. Maar u schudt dat uit de mouw. Terwijl ik toch nergens op voorbereid was. Nee. Toch wel leuk voor. Zouden de kinderen het leuk vinden? Ja, dat denk ik wel. Mam op tv? Ja, dat denk ik en wel. En de kleinkinderen? Ja, dat denk ik wel. Ja. Nou, zullen we dan aan het einde nog samen even zwaaien? Dat is goed. En zeggen van, nou... Nog kids. Ja.